thema dit jaar van de Erfgoeddag is grenzeloos. Niet alleen over de grenzen, dus op wereldniveau. Dat iedereen gelijk is, dus cultuur is voor iedereen, erfgoed is voor iedereen. Iedereen werkt eraan mee en dat is het mooie daaraan, dat er zoveel mensen daarvoor in zitten. Alhoewel, ik doe daar mijn hoed voor af. Heel veel vrijwilligers zetten zich elke dag in, belangeloos voor het cultureel erfgoed in Sint-Truiden, maar ook in Haspengouw. We zijn hen daar ontzettend dankbaar voor. En op een dag zoals vandaag, de Erfgoeddag, kunnen wij hen, de bevolking, laten kennismaken met het culturele erfgoed van Haspengouw, maar ook van Sint-Truiden.